Bij snoeien denken we meestal aan het werk dat we in de wintermaanden doen. Maar wist u dat er in de zomer ook prima gesnoeid kan worden? Daarom komen geïnteresseerden vandaag meedoen met een cursus snoeien bij de Ulebelt. Heel veel mensen altijd associëren van in de winter moet je snoeien. En in de zomer eigenlijk niet zoveel. Ja, de haag, misschien is enkele keer een takje van de struik. Maar dat is veel meer als dat. Dus vandaar dat we samen met de Ulebelt, Stichting Natuur Anders en het groenbedrijf dit gedaan hebben. Je ziet bij deze al dat hier wat aantal grote takken die er bovenuit gaan komen. Kijk, zoals hier komt er een helemaal naar voren, die heeft helemaal geen zin in. Als je de dagen zoals wij nu gehad hebben, 30 graden zon, ja, dan is het niet handig om bijvoorbeeld een conifere heel kort te gaan knippen. Of een aantal andere struiken ook, want wat je knipt, dat wordt dan heel snel heel erg bruin. En ja, als je te rigoureus snoeit op dat moment, ja, dan kan het ook wel eens ten nadele gaan van je struik of je haar. De farm is een hele dichte massa. Je kan je voorstellen dat als het regent, dat duurt heel lang voordat die massa warm wordt. Maar wat biedt het nou voor voordeel om dingen in de zomer te gaan snoeien ten opzichte van in een ander seizoen? Nou, een aantal voordelen is, wat ook net Stijn uitgelegd heeft, Stijn van de Ulebelt hier, die met name bij fruitbomen en ook bij rozen, dat je die meeldauw of dat soort bacteriën in je struiken krijgt of in je bomen krijgt. Doordat je dan wat meer op lucht, we noemen dat een uitlichten, snoeit, kan de wind beter door de bladeren heen komen, waardoor je dus minder bacteriën in je gewassen krijgt. Deze nog, wat dit nog weer gaat hangen, dit gaat natuurlijk nog harder groeien als dat. Nou, als je helemaal niet snoeit, dan worden de struiken natuurlijk heel immens groot en dan krijg je onderin eigenlijk geen bladeren meer. En met een aantal soorten, als je die helemaal niet snoeit, dan gaan ze op een gegeven moment vallen ze door hun eigen gewicht, vallen ze om. Nou goed, dan heb je natuurlijk het hele beeld dat je tuin is weg. En ja, dat komt niet ten goede van het totaalplaatje en ook niet van het gewas of van de struik. Overvol met allemaal van die kleine appeltjes. Ja. Nou, de reacties waren dat ze heel veel geleerd hadden en ook wisten wat ze dus eigenlijk verkeerd gedaan hadden ten aanzien van de snoei. Kijk, je kan beter snoeien, verkeerd snoeien, als helemaal niet snoeien. Dus dat is wel mooi dat je dan reacties krijgt van oké, ik dacht dat ik het zo of zo moest doen. En zo hadden ze het ook gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze daar heel veel van geleerd, doordat ze het de volgende keer dus beter kunnen doen.